Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen. Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Neujahrs-Podcast-Episode, kann man schon fast sagen, von Lecker anders, der ersten Episode in 2024. Es wird ein tolles Jahr, es ist ein toller erster Podcast-Gast bei mir. Ich sage herzlich willkommen, Erik-Jan Hengsmengel. Ja, goedemiddag Anouk, herzliches Grüß Gott aus München. Leuk om als eerste van dit jaar de aftrap te mogen nemen. Dankjewel voor de uitnodiging. Ich finde es so besonders leuk, um mit jou 2024 zu starten, Erik-Jan. Und München, ja, meine alte Heimat dann, kann man sagen. Ich sage jetzt Hallo aus Köln. Ist auch der erste Podcast, der aus Köln kommt. Erzähl, Erik-Jan, für diejenige, die ja vielleicht noch nicht kennt. Wie bin ich, was tue ich? Ja, nou, Erik-Jan, ik woon sinds 22 jaar in München. Kom natuurlijk oorspronkelijk uit Nederland. Heb altijd in de IT-industrie gewerkt. Eerst heel lang bij een groot adviesbureau. Daarna vele jaren als interim manager. Geschäftsführer van twee IT-ondernemingen hier in Duitsland. En inmiddels weer zelfstandig als adviseur. Met zwaartepunt data, innovatie. Cybersecurity. Ja, heel belangrijke onderwerpen die op dit moment geloof ik echt een hot item zijn. Of er gebeurt heel veel. Ja, dat geloof ik. Is er een verschil tussen Duitsland en Nederland hoe met die onderwerpen omgegaan wordt? Om direct de diepte in te duiken. Ja, dat duiken we meteen de diepte in. Is dat een verschil? Ja, zeker. Zeker. Natuurlijk heeft dat iets met onze verschillende culturen te maken. Nederlanders zijn toch iets pragmatischer, iets meer van we proberen wel te uit en we kijken wel of het functioneert. In Duitsland zijn we, ik zeg ook we als ik het over Duitsland heb, hè, daar zijn wij, daar denken wij hetzelfde we zijn over. Alle twee we, ja. We staan allebei met één voet in iedere cultuur. Ja. We zijn in Duitsland wat voorzichtiger, we zijn wat nauwkeuriger. En er komt natuurlijk bij dat we in Duitsland heel erg voorzichtig zijn als het gaat over privacy, als het gaat over persoonlijke data. DSGVO, ja. Ja, absoluut. En dat zie je bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, waar we in Duitsland nu eindelijk de beslissing hebben genomen dat we de digitale gezondheidsakte gaan maken. Lang überfällig zou ik zeggen, ja. Ja, daar kunnen we waarschijnlijk ook een beetje nog wat afkijken van de Nederlanders en een beetje wat leren. Du arbeitest ja jetzt in beiden Ländern. Ich sage jetzt mal, da war letztens auch eine große Cybersecurity-Konferenz, ne, auf der du auch warst. Sind die Themen die gleichen oder sind da andere Schwerpunkte? Die Themen sind schon die gleichen. Wir haben die gleichen Probleme, wir haben die gleichen Herausforderungen, ganz klar in beide Länder. Also es ist wirklich so, dass Cybersecurity und Privacy für alle ein ganz wichtiges Thema ist. Und da gibt es keine Grenze mehr zwischen den verschiedenen Ländern. Ja, diese Kriminalität oder auch die Risiken sind international. Das Internet kennt ja keine Grenze. Und dementsprechend sind die Probleme nicht so unterschiedlich. Was unterschiedlich ist, wie wir damit umgehen, wobei ich auch sagen muss, Deutschland und Niederlande haben da viel gemein miteinander. Wir haben da doch wieder eine ähnliche Kultur, ja, legen sehr viel Wert auf unsere Privacy, auf unsere individuellen Rechten. Und dementsprechend sind Deutschland und Niederlande auch wieder prädestiniert, um miteinander zusammenzuarbeiten in diesem Bereich, glaube ich. Passiert das auch? Also man sieht das ja, ne? Ich meine, der Handel zwischen unseren zwei Ländern ist so groß. In so vielen Bereichen arbeiten wir zusammen. Wo ist das auf dort Gebiet? Wurde viel zusammengewerkt zwischen den zwei Ländern? Ja, sicher. Das kann noch besser. Ja, das kann noch besser. Aber der Interesse ist da, um zusammenzuwerken. Und das kommt dadurch, dass, als ihr es über diese Themen habt, dann sind sie so vielfältig. Es sind so viele Elemente, es sind so viele Technologien, die miteinander zusammenwerken, so viele Systeme und damit auch so viele Risiken.
dat er is bijvoorbeeld, ja, als het gaat over cybersecurity, geen enkele aanbieder die zeg maar alle risico's kan afdekken. Dus je hebt elkaar nodig om oplossingen te vinden voor de uitdagingen. Dat geldt ook als het gaat over cloud oplossingen bijvoorbeeld, over data oplossingen. We willen niet allemaal afhankelijk zijn van de Amerikanen of van de Chinezen. Mm-hmm. Dus we hebben elkaar hard nodig. Dus dat ziet iedereen, dat is heel positief. Nu moeten we het nog omzetten, die samenwerking. Ja, op wat voor niveau gebeurt dat eigenlijk, Erik-Jan, of zou het moeten gebeuren? Dus wie voelt zich hier verantwoordelijk voor? Zijn dat dan die bedrijven zelf? Zijn dat overkoepelende organisaties? Of is het echt helemaal boven vanuit de regering ook iets wat uitgesproken is? Het is interessant. Dat is ook een hele interessante vraag. Dit is een thema wat aan alle kanten gepusht wordt. Dus zowel vanuit de overheid, vanuit beide landen, heel duidelijk, ook op zoek naar samenwerking. Dat zie ik ook als het gaat over de verschillende Bundesländer. Zoals jij weet werk ik ook als liaison officer voor Nederlandse cybersecurity community in Duitsland. En ik zie dat de verschillende Bundesländer heel erg open zijn voor dit soort samenwerking. En dat geldt ook als het over de Sicherheitsconferentie gaat in München. Daar is ook altijd een grote cyberconferentie waar ook op politiek niveau heel bewust met elkaar gesproken wordt. En tegelijkertijd zijn alle bedrijven heel erg op zoek naar, nou, wat ik zeg, naar oplossingen en naar samenwerking. Dus dat is eigenlijk op alle niveaus. Dat is best heel erg spannend om te zien. Wauw, complex verhaal waarschijnlijk. Heb je dan nog veel langer nodig dan deze podcast om natuurlijk alles wat je weet en wat aan te merken is te bespreken. Maar je hebt ook een boek geschreven. En ik weet niet of het precies dit onderwerp afdekt of misschien zelfs nog een paar andere. Maar het is heel spannend, Erik-Jan. Het is ook begin 2024 uitgekomen. Ja. Dus as we speak, te zeggen. Ja. Is het op de markt? Vertel, hoe voelt dit om zo'n boek uit te brengen? Het is niet je eerste. En waar gaat het precies over? Ja, nou, hoe het voelt weet jij ook, Anouk. Hè? Ook dat hebben wij gemeen met elkaar, het schrijven van... Maar ik moet eerlijk zeggen, voor mij was het heel lang geleden. Dit is mijn derde boek en mijn vorige boek was in 2000. Dus dat is al heel lang geleden. Dankzij vasthoudendheid ook van de uitgever, moet ik eerlijk zeggen. Maar het voelt heel erg goed. Ik heb een boek geschreven over data. Maar vanuit het zicht van de chef. Dus wat moet ik als ondernemer, wat moet ik als manager met het thema data? Het boek heet ook op Nederlands Data de Baas. En het gaat erover wat moet ik als ondernemer, hoe word ik succesvol met data? Want er komen zoveel aspecten bij kijken. Precies wat jij al zei, het is niet alleen maar cybersecurity of privacy. Maar het is ook van waar haal ik de data vandaan? Hoe weet ik zeker dat ik die algoritmes die ik ontwikkel of gebruik, dat die ook fair zijn, dat ze ook ethisch verantwoord zijn? Hoe ga ik samenwerken met andere organisaties om data te delen? Dus er zijn heel veel aspecten aan die ik als ondernemer, als manager moet weten, zonder dat ik zelf specialist ben. Want als ik niet de kar ga trekken, dan blijft het vaak toch hangen in leuke experimentjes. Of het gaat gewoon mis. Omdat je, en daarvoor hebben we inmiddels al een flink aantal voorbeelden gezien. Omdat bedrijven of overheidsorganisaties algoritmes inzetten om bij bepaalde beslissingen te helpen. En achteraf blijkt dat die algoritmes gebaseerd zijn bijvoorbeeld op data die niet objectief zijn. Ja. Pijnlijk is dat. Ja, dat is pijnlijk. Ja, precies. Dus daar gaat het over, het boek. En we gaan kijken wat het gaat brengen dit jaar, joh. Heel spannend. Ja, heel spannend. Het is waarschijnlijk met voorbeelden voorzien en heel erg vanuit de praktijk, kan ik mij voorstellen, ook dat het echt relevant toepasbaar is, hè, voor de baas, zo te zeggen. Ja, precies. We hebben er een soort kookboek van gemaakt. We hebben gezegd, wat moet de baas weten? Wat moet hij vragen, ook in zijn eigen organisatie? Wat moet hij de specialisten vragen? En waarover moet hij zelf beslissingen nemen, hij of zij? Dus we hebben er een soort kookboek van gemaakt voor de baas. Ja, dat is zeer pragmatisch. Nou, je kent mij, dat past ook bij mij. En het staat vol met hele leuke voorbeelden. Een van de leukste voorbeelden vind ik zelf nog. Dat gaat over hoe relatief data zijn. Dat gaat over een kunstenaar in Berlijn. Die heeft een
99 mobiele telefoontjes verzameld. Die heeft hij in een kleine, hoe zeg je dat, zandkar, zo'n wagentje van, achter zich aangetrokken door Berlijn. En daardoor ontstond op Google Maps een filemelding. Ja, want Google Maps baseert zich op die mobiele telefoontjes, op die GPS-signalen. En Google zei, oh, daar gaan 99 mobiele telefoontjes heel erg langzaam. Daar moeten file zijn. Ja? En dat toont heel mooi aan hoe slechte data gewoon tot slechte conclusies kunnen leiden. Dus, Dit is een fantastisch mooi voorbeeld, Erik-Jan. Kun je nog zo'n voorbeeld noemen? Is er nog een ander voorbeeld waarvan je zegt, ja, die is ook wel leuk? Misschien ook om het tegendeel te laten zien. Want natuurlijk is data fantastisch. En we kunnen heel veel met data als we het goed inzetten. En je moet ook niet denken dat wij als mens, zeg maar, heel erg objectief denken. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik van Amerikaan Kahneman. Nobelprijswinnaar, die heeft onderzoek gedaan naar besluitvorming, of hoe zeg je dat, vonnissen van rechters in Amerika, die ze op maandagmorgen hebben uitgesproken. En dat heeft hij dan gecorreleerd met de resultaten van de American voetbalwedstrijden van de lokale voetbalteams tijdens het weekend daarvoor. Ja. Oh god. En daar heeft hij dus gevonden dat daar waar het lokale voetbalteam in het weekend verloren heeft, doet de rechter op maandagmorgen een strengere vonnis uitspreken. Dus ook wij mensen zijn relatief onobjectief als het over beslissingen gaat. Dus dat is altijd de afweging tussen waar gaan we de data gebruiken, waar gaan die het beter doen. En waar willen we toch liever dat de mens uiteindelijk de beslissing neemt. Ja, dan zie je maar weer hoe persoonlijk het is. Ja, vanuit Keulen gesproken, als ik over voetbal praat, dan zouden er alleen maar harde resultaten volgen. En jij in München waarschijnlijk alleen maar goeie. Dus je zit de twee uitersten bij elkaar. Je weet waarom ik hier gebleven ben, Anouk. Ja, precies. Op dat gebied, tenminste qua resultaat begrijp ik het. Qua resultaat. Maar vertel eens, Erik-Jan, je hebt in het Nederlands geschreven. Komt dit boek ook in het Duits uit? Want je zit ook in München. En die heb je daar natuurlijk ook een grote doelgroep die je aanspreekt. Nou precies, en ik heb zowel Nederlands als Duitse voorbeelden ook in het boek genomen, ook andere voorbeelden natuurlijk, maar het zwaartepunt ligt toch in beide landen, daar werk ik ook nog het meest, dus dat is ook het meest logische. Het komt nu in het Nederlands uit, deze week inderdaad, en we gaan het in het Duits uitbrengen, maar hoe en wanneer precies, dat kan ik je helaas nog niet vertellen, maar dat gaat zeker gebeuren in de loop van het jaar. Ik houd je natuurlijk op de hoogte. Ja, graag hou maar op de hoogte, dan kunnen we daar ook nog even aandacht aan voor schenken. Erik-Jan, ga jij het dan ook in het Duits schrijven of laat je dat altijd iemand anders over? Nou, ik heb het natuurlijk al door de kunstmatige intelligentie tools gehaald. En het vervolgens in mijn familie laten lezen. Die zeiden, dit is niet goed genoeg. Dit Duits. Dus daar moeten we nog een slagje overheen maken. Maar dat is iets wat zeker sneller gaat als vroeger, Anouk. De combinatie tussen, ik zeg maar daar ook weer, je kunt inzetten aan digitale mogelijkheden. In samenwerking met waarschijnlijk nog de good old ones, die de vertalers zijn, zeg ik maar even zo. Hè. Ja. Die combinatie is natuurlijk super. Ja, en dat is natuurlijk ook precies waar het over gaat, hè, bij dit soort technologie. Het is prachtig wat die technologie allemaal voor ons kan doen. Uiteindelijk moeten wij zelf de beslissingen nemen. Ja. Ik heb heel veel moeite met het woord kunstmatige intelligentie. Het is geen intelligentie. Het is ongelooflijk knap wat we met die technologie kunnen. Met name omdat we ongelooflijk veel data kunnen verwerken in een hele korte tijd. Maar dat is nog niet gelijk aan menselijke intelligentie natuurlijk. Die combinatie die gaat ook in het boek, of voor het boek, een rol spelen.
Oh, wat spannend. Nou ja, dus alle managers die dit nu horen, ja, voor die het interessant kan zijn. Data, de baas, ja, is dat correct gezegd? Ja, dat is de correcte titel, ja, exact. En op bol.com waarschijnlijk te verkrijgen en bij de uitgever of ook in de boekhandel? Zeker ook in de boekhandel, bij Bol uiteraard. En de uitgeverij heet overigens Medienwerf in Amsterdam, gespecialiseerd in managementboeken. Oh, super, ja. Ja, een echt managementboek voor degenen die verantwoordelijk zijn en die ook, net als ik, denk ik, de bos vol bomen niet meer zien en daar hulp nodig hebben. Ja. En daar waarschijnlijk een afkorting in kunnen nemen door het lezen van het boek, maar dan op basis daarvan misschien ook betere besluiten kunnen nemen. Nou, dat is natuurlijk het doel wat we daarbij hebben. En je zegt het zelf ook, door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Het is natuurlijk ook verschrikkelijk leuk, hè, wat er allemaal, tenminste als je er een beetje in geïnteresseerd bent. Het is natuurlijk verschrikkelijk leuk wat er allemaal op technologie gebeurt op dit moment. Het is ongelooflijk spannend. We hebben natuurlijk heel veel dingen die we zien langskomen. Geruchten en halve waarheden en ChatGPT die alles gaat overnemen. En dan loont het zich gewoon om daar een beetje in te duiken en een beetje objectief en iets meer afstand te kijken van wat is het nou eigenlijk en wat kan het voor ons betekenen. Daarmee misschien ook een beetje angst weg te nemen, die je natuurlijk ook wel proeft, hè, bij mensen. Ja. Ja, de een of ander die dat misschien ook moeilijk, maar ik vind ook de oudere generatie, en praat ik meer over de generatie van mijn moeder, die ja, hier helemaal niet meer weet hoe ze om mee moet gaan. En ik denk dat het ook iets is waarschijnlijk om verschillende, ik zeg maar leeftijden, maar ook verschillende situaties in af te halen, Erik-Jan. Wat is voor jou zo, als jij zegt, hè, zo spannende, dus gebeuren spannende dingen, wat is voor jou de op het moment meest spannende ontwikkeling die er gaande is? Wat ik heel spannend vind op dit moment is niet zozeer ChatGPT of Bard, hè, de concurrent van Google. Mm-hmm. Wat ik spannender vind is hoe de rechtspreking daarmee omgaat. En dat gaat om het volgende. Die modellen gebruiken allemaal heel veel data die ze bijvoorbeeld uit het internet halen. Dat kan bijvoorbeeld dit gesprek zijn, dat kan bijvoorbeeld mijn complete boek zijn, dat kan alle mogelijke data zijn, gevraagd of ongevraagd, ook alles wat jij bijvoorbeeld in je Google Mail of je Microsoft Mail verstuurt. En op het ogenblik lopen er een flink aantal zaken, met name in Amerika, of dat mag. De Times, hè? Die volgens mij een aanklaag heeft ingediend over van waarom zijn inhoud, content uit de Times gebruikt binnen het ChatGPT. Hè? Zeg ik dat correct? Dat zeg je correct. En er zijn een aantal zaken die op dit moment lopen. En ook de Amerikaanse Senaat bemoeit zich ermee. Het is een presidentsfile, zou je bijna zeggen. Ja. Wat zij nou besluiten, dat heeft natuurlijk, daarna kan heel veel klachten ingediend worden volgens mij, afhankelijk van hoe het besluit is. En dat kan heel spannend worden, want dat zou op zich wel kunnen betekenen dat bepaalde delen van de data die nu gebruikt worden door dit soort modellen helemaal niet meer gebruikt mogen worden. Ja, of met bepaalde beperkingen of met bepaalde toevoegingen over wat de herkomst is zijn van data. En dat gaat weer heel veel impact hebben, denk ik, op wat we met die technologie kunnen en niet kunnen. Dus dat vind ik een heel spannend aspect persoonlijk. Ja. Ik denk vanuit mijn oud marketing hart, zeg ik maar even zo. Er zijn natuurlijk ook andere tijden waarin ik dan marketing geleerd heb en ook praktisch uitgeoefend heb. En dan was het soms heel erg ad hoc dat we een leuk idee hadden. Of het was heel creatief. En je kon in de creativiteit je bijna verliezen. Dat kan nauwelijks meer, lijkt mij. Omdat je met zoveel regelgevingen moet opletten dat je niks fouts doet. Hoe zie jij dat, Erik-Jan? Is dat een gevaar? Nou, ik vind dat we nog steeds de mogelijkheid hebben voor creativiteit. En het is natuurlijk een discussie ook in Europa. Als je het over de regelgeving hebt rond kunstmatige intelligentie, rondom het gebruik van data. Dan heb je die twee kampen. Dat ene kamp dat zegt, dat het remt onze innovatie. En de andere zeggen, maar we kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.
Ik geloof dat we in Europa best op de goede weg zijn om daarin een soort middenweg te vinden. Mm. En eerlijk gezegd geloof ik, Anouk, dat er nog voldoende ruimte blijft voor jouw innovatie en creativiteit. En misschien is het zelfs wel zo dat we daar weer een beetje teruggaan. Teruggaan naar onze roots. Waarom? In marketing dat we misschien juist weer die combi moeten maken tussen data gedreven en onze menselijke creativiteit om anders te zijn dan de concurrentie. Dus er is nog hoop hoor, geloof ik. Gelukkig Erik-Jan dat je dat zegt. En dat is een goede boodschap voor begin van het jaar. En inderdaad, daar ben ik wel bij. Ik geloof ook dat menselijke aspect en die creativiteit, maar ook de gedachtes vooral het menselijke dat we hebben, de extra toevoeging geeft. Ja, ik kan dat in ieder geval zo zeggen, Erik-Jan, want wij hebben elkaar op een wat andere manier leren kennen. Eigenlijk helemaal niet over het onderwerp waar we nu over praten. Maar ook misschien wel leuk om te vermelden. Want we hebben elkaar leren kennen op basis van de Business Club Duitsland-Nederland in München voor de Zuid-Duitse markt. Daar mocht ik een van de oprichters mede van zijn. Hoe zeg je dat? Gründungsmitglieder. Gründungsmitglied, zo is het. Ja. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat in Nederlands zegt. Es kam ja van auch einer deutsch-niederländischen Gesellschaft in München. Und ihr habt euch eben Gedanken gemacht, das anders machen zu wollen, nochmal einen anderen Fokus in München zu setzen, mehr auf das Business auch nochmal zu schauen. Erik-Jan, vertell uns, wie ist das genau gegangen und damit man versteht, wie wir zwei uns denn kennengelernt haben. Ja, es gab seit viele, viele Jahre in München einen Business Club, ein deutsch-niederländisches Geschäftsforum, wie wir es damals genannt haben. Und das war ein relativ erfolgreicher Verein. Mit etwa 100 Mitglieder, Unternehmen, große und kleine. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass die Nachfrage sich ändert. Auch weil diese Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus den Niederlanden und Deutschland immer gewachsen ist, immer mehr wurde. Und es kam mehr und mehr die Nachfrage nach Unterstützung für Unternehmen, die zum Beispiel von den Niederlanden aus nach Deutschland kommen wollten. Und wir haben festgestellt, das geht nur, wenn wir uns weiter professionalisieren. So haben wir gesagt, okay, dafür müssen wir diese Vereine auf eine andere Art gestalten. Es geht nicht mehr um gemeinnützlich, geht nicht mehr um gemütliche Abend miteinander. Aber wir brauchen wirklich Professionalität. Dafür brauchen wir ein anderes Budget und brauchen wir Sponsoren und dann hat sich herausgestellt im deutschen Rechtssystem, dass ein Verein von gemeinnützlich auf umzuwandern nicht so einfach ist. Dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir einen neuen Verein, machen den alten Verein zu. Und der neue Verein heißt der Business Club Deutschland-Niederlande und hat wirklich das Ziel, sag mal, professionelle Unterstützung zu leisten für sowohl deutsche als niederländische Unternehmer in dieses Netzwerk und da arbeiten wir daran und ich glaube, das macht gute Schritte vorwärts. Und so haben wir uns kennengelernt, hä? Anouk, in diesem Verein. Du hast uns ja auch mit Marketing-Themen und bei Events sehr, sehr gut weitergeholfen. Und es ist natürlich spannend, so zu sehen. Deine Rolle, Erik-Jan, was ist deine Rolle im Verein? Das ist vielleicht auch noch spannend. Ja, au schock op het Nederlands. Beirat, aber in Deutsch. Ne? Ich war natürlich heel lang bestuurslid van de oude club. Ja. En op een gegeven moment heb ik me daar een beetje naar de achtergrond getrokken. En ben nog adviserend bestuur nog. En dat doe ik ook bij de nieuwe club. Daar hoef ik ook niet. Het is een prima club mensen met heel veel ambitie, heel veel energie. Dus ik mag daar nog een klein beetje ondersteunen. Ja, dat doe je ook super, Erik-Jan. En inderdaad, voor iedereen die ons nu hoort, Nederlands oder Deutsch, wenn ihr Lust habt, dem deutsch-niederländischen Business Club dort auch beizutreten, sehr, sehr gerne. Also wir freuen uns, ich sage jetzt auch einfach mal wir, ne? Über weitere Mitglieder. Und Sponsoren dürfen natürlich sich auch melden, ne? Und da gibt's ja auch einiges, wie sie dann auch in Erscheinung treten können und gesehen werden. Und gerade im süddeutschen Raum
Misschien ook daar ook van Nederlandse organisaties misschien nog wat meer zichtbaarheid ook in Zuid-Duitsland krijgen. Also daarom vielleicht een schöne Aufruf. Man kann sich beim Erik Jan melden, aber auch beim Willem. Wir werden die LinkedIn-Profile auf jeden Fall in die Shownotes platzieren. Ja. Prima. Und vielleicht noch eine zusätzliche Bemerkung, die mache ich dann auf Niederländisch, weil das betrifft vor allem niederländische Unternehmen. In Nederland wordt het nog wel eens, het was iets makkelijk gedacht over, nou ja, dan ga ik maar naar Duitsland. En als ik dan over de grens ga, dan ben ik er. En dat weet jij ook, Anouk. Er is een enorm verschil tussen West-Duitsland en Zuid-Duitsland. En ook weer een enorm verschil tussen Zuid-Duitsland en Berlijn. Het helpt niet om in NRW te zijn of in Berlijn te zijn als je in Zuid-Duitsland succesvol wilt worden. Dan moet je daar ter plekke zijn. En dan, juist dan is het contact met een businessclub een heel, heel goed middel om sneller te landen hier inderdaad. Absoluut. En wat ook natuurlijk ook het mooie is, Erik-Jan, is dat jullie ook samen met het generaalconsulaat in München natuurlijk heel nauw samenwerken. Jij sowieso, maar ook binnen de businessclub is dat natuurlijk vind ik echt een pre en ook natuurlijk bijna een must natuurlijk dat zo'n businessclub en het generaalconsulaat heel nauw met elkaar samen zijn. Dus volgens mij is nu de nieuwjaarsontvangst is ook in de residentie van de generaalconsulaat. 18 januari, inderdaad, ja. Ja, ik denk als dit uitkomt, was misschien nog te laat, maar wie weet, misschien kan men zich nog net aanmelden. Maar voor degenen die het wat later horen, in ieder geval wel ook daar interessant, dat jullie natuurlijk dan ook contact in een bredere zin maken. Nou, dit is verschrikkelijk belangrijk. En het is heel goed dat je het ook meldt, Anouk. In München hebben we inderdaad een consulaat-generaal. Wat inderdaad, het is weer een, hoe zeg je dat? Een ambassade in het klein is. Maar zo klein is het helemaal niet. Het is een mooie club met mensen die zich met name inderdaad op economische contacten concentreert. Innovatie, verschillende industriegebieden. En daar zijn wij als businessclub heel nauw bij betrokken. En die samenwerking is al langjarig en heel erg goed. Ja, en Annelies Faro is daar sinds vorig jaar dan generaalconsulin. En doet ook een fantastische job. Als ik altijd zie waar ze overal is en met wie ze allemaal in contact is. Ja, heeft ze daar gewoon een heel grote job ook om de Duits-Nederlandse met elkaar te verbinden. Daar gebeurt heel veel, absoluut. Ja, zeker. Ja. Erik-Jan, Duitsland-Nederland. Jij hebt misschien al een keertje die podcast gehoord. Als ik jou nou zou vragen, wat is voor dich so der größte Unterschied zwischen den Deutschen und den Niederländern? Wat würdest du da als Antwort sagen? Und du bist ja ein Spezialist. Mit zwei schlagenden Herzen auch. Ja, das ist gar nicht so einfach, um diese Frage zu beantworten, weil ich tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust habe in dem Hinsicht. Und was ich toll finde an Deutschland ist die unglaubliche technologische Leistung, die wir bringen können und wie viel Know-how und wie viel Qualitätsbewusstsein wir in alles, was wir tun, hier stecken. Und eine ganz andere Seite von Deutschland, die ich auch sehr toll finde, ist auch sicher hier in Süddeutschland, ist auch unsere, wie wichtig wir die Traditionen hochhalten hier. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Rolle spielt in unserer tagtäglichen Gesellschaft. Absolut. Über Traditionen gesprochen, dann kommt jetzt ein kleines Entweder-Oder-Quiz, Erik-Jan. Welcher Tradition du denn am meisten noch beiwohnst? Als ich sage Fiets of Auto, was ga je voor? Oh, Fiets. 100%. Auch hier in de Stad München. Elektrische Fiets, Erik-Jan? Ik heb een echte Nederlandse gezelle. Ja. Een opa-fiets. Ja. Ja, ich möchte mir übrigens auch, steht auf meinem Vision Board für dieses Jahr, ich möchte mir so ein orangenes Holland-Fahrrad kaufen. Sehr gut, ja, verstehe ich. Ja. Ich sage dir dann, wenn es soweit ist. Diplomat oder Kaufmann? Puh, ich bin mehr Kaufmann.
Ich bin mehr Kaufmann. Aber ich habe hier sehr viel Wertschätzung für Diplomaten, muss ich sagen. Aber ich bin ja Unternehmer. Jan. Ich wollte gerade sagen, und dann in Kombination mit dem Generalkonsulat, wo die Diplomaten sind, ist eine super Zusammenarbeit. Das passt wieder. Hat jeder seinen Mehrwert, oder? Genau. Dann natürlich gaan we voor poffertjes of gaan we voor, oh Gott, was ist denn in München irgendwie so vergleichbar mit Poffertjes? Das muss ich schnell nachdenken. Krapfe, ist das München? Ja, genau, Krapfe, ja. Auf Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, genau. Kaiserschmarrn oder Poffertjes. Ja, het gaat heel erg in dezelfde richting. Ja. Maar poffertjes eet ik te weinig, dus dan maar poffertjes, ja. Ja, die Kaiserschmarrn, die vond ik wel heel erg lekker daar in mijn tijd in München. Maar goed, die calorieën zijn ook niet te verachten, maar wat soll's. Kaas of worst, Erik-Jan, als kaas. We bij het eten zijn? Kaas, ja, zeker. En heb je een bepaalde lievelingskaas nog waar je voor gaat? Ik, als ik in Nederland ben, gebruik ik altijd de situatie inderdaad om in Nederland kaas te kopen. Ja. Ja. Heel goed. Gelukkig zijn die trouwens in Duitse supermarkten ook te vinden, Erik-Jan, maar dat even terzijde. Zeker, we hebben hier zelfs hier in midden in München een Nederlandse kazenwinkel, zoals jij weet. Waar niet iedere Gouda, waar Gouda op staat, zit ook lekkere Gouda erin. Dat vind ik wel heel diplomatisch nu geantwoord, Erik-Jan. Misschien dan nog een vraag over Tegernseer Hell of een Heineken. Ja, ik ben wijsbierdrinker, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik drink graag een donkere wijsbier. Dus Bayerische kan het niet. En als ik in Nederland ben, drink ik graag even een Nederlands pilsje. Maar dan ben ik ook weer blij als ik weer mijn glas wijsbier voor me heb staan hier in München. Dus het Oktoberfest is wel jouw feestje ook? Zeker, zeker. Oktoberfest. En misschien daar ook dan nog een zin aan wijden. Oktoberfest is niet alleen maar, zeg maar het carnavalachtige zoals we dat in Nederland kennen. Oktoberfest is ook business. Daar worden ook zaken gedaan. Ik vind beide kanten van het Oktoberfest leuk. Oh, heel goed, ja. En dan eindigen we met de vraag die altijd komt en ook bij jou, Erik-Jan. En dit jaar 2024, het jaar van voetbal weer gelukkig. Hoe ziet dat eruit, de Duitse of de Nederlandse mannschaft? Daar kan ik helemaal niets aan doen. Dat is heel eenvoudig. Als ik Duitsland en Nederland tegen elkaar zie spelen, dan klopt mijn hart voor Nederland. En verder wens ik het Duitse team ook al het goede. Maar tegen elkaar staat Nederland dan toch vooraan voor mij. Vooraan. Nou, we gaan het zien of dit gaat gebeuren. Nog niet in de eerste ronde in ieder geval. Dus who knows. Erik-Jan, ik moet je iets zeggen. Ik heb een heel warm hart wat voor jou slaat. De tijd dat wij in München waren en de momenten dat wij elkaar gezien hebben, die zijn mij zeer goed in herinnering. Ja. En ik heb van genoten van onze gesprekken en de kopje koffies die wij samen gedronken hebben. Dank je wel daarvoor, Erik-Jan. En ik hoop tot gauw. En ik kom ook weer zo hier of daar terug naar München op verschillende gelegenheden. En als de BCDN een evenement heeft en ik toevallig in de buurt ben, dan kom ik sowieso niet terug. Wij verliezen elkaar sowieso niet uit het oog, Anouk. En het is voor ons ook hier in het zuiden ook goed om te weten dat we jou als warm supporter in het Keulse hebben zitten. Always. Precies. Zeker weten. En voor degene die nu naar ons luistert, vernet je ook met Erik-Jan op LinkedIn, want ook op LinkedIn is hij gewoon echt heel erg actief en met heel leuke bijdragers. Natuurlijk ook vooral rondom het thema data en cybersecurity en alles wat erbij behoort. Dank je voor het gesprek, Erik-Jan. Ik heb ervan genoten. Tot gauw, zeg ik gewoon. En al diegenen die ons toegehoord hebben. Ik hoop, je had het genauso veel spaß wie ik aan dit gesprek. En ik zeg ook euch, habt een goedes 2024. Komt goed ins jaar. En ik freue mich, wenn ihr viele lekker andere episoden in diesem jaar ook weer van mir hört. Also, ik zeg Erik-Jan, doei. Ja, doei. Vielen Dank für die Einladung. En gute Start ins neue Jahr. Also, tschüss zusammen. Tot gauw. Ja, ciao. Tschüss. Das war's. Tschüss. Und tot gauw.
Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA24x7.